Je kunt straks sneller naar Berlijn, treinkaartjes worden duurder en werkplaats Roosendaal is failliet. Dit en nog veel meer zie je in een nieuwe aflevering van Real Magazine Insight. De reistijd met de internationale intercity vanuit Amsterdam naar Berlijn wordt in 2023 een half uur korter. Dat is onlangs besloten door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, door ProRail, NS en door enkele Duitse partijen. Nu is de reistijd nog een kleine 6,5 uur, maar deze wordt met ingang van de dienstregeling 2024 dus slechts 5 uur en 50 minuten. Dus een tijdwinst van 32 minuten. Het is al jarenlang een gekoesterde wens om deze verbinding te versnellen. Maar er waren op korte termijn bijna geen verbeteringsmogelijkheden voorhanden. Aan de Nederlandse zijde wordt de trein niet veel sneller. Dat komt door de inzet van de Vectron-locomotieven, die momenteel door leasemaatschappij ELL worden gebouwd. NS zal nog 11 locomotieven extra huren voor de diensten naar Berlijn. Maar doordat de bodem in Nederland niet geschikt is voor deze zware locomotieven, zal de Intercity Berlijn. Tussen Amsterdam en Deventer slechts 100 km per uur gaan rijden. De snelheidsbeperking kan voorlopig worden opgevangen in een nieuwe dienstregeling aan de Nederlandse zijde. Tussen Deventer en de Nederlands-Duitse grens bij Oldenzaal is in de nieuwe internationale dienstregeling echter geen speling om de snelheidsbeperking op te vangen. ProRail gaat station Oldenzaal aanpassen en daarmee krijgt het een nieuw passeerspoor en een tijdelijk perron voor de stoptrein naar Zutphen. De lokwissel in Bad Bentheim zal vervallen, wat ook 20 minuten zal schelen. Tevens worden enkele stops in Duitsland overgeslagen. De inzet van Siemens Vectron is slechts een tijdelijke oplossing. Deutsche Bahn heeft meer systeemtreinen besteld bij Talgo, de ICEL. Om toch per december 2023 de reistijdwinst te kunnen verzilveren, huurt NS International nu extra Vectrons. De locomotieven kunnen zowel met de huidige rijtuigen als met de nieuwe rijtuigen rijden. De nieuwe rijtuigen zullen tegen eind 2024 instromen, de locomotieven pas eind 2026. Begin september werd Werkplaats Roosendaal failliet verklaard. Dit bedrijf was huurder van de Monumentale Loods uit 1906 aan de spoorlijn richting Lage Zwaluwen, vlak na de splitsing met de lijn naar Breda. De voormalige wagenwerkplaats is in 2008 grondig gerestaureerd. Spoorijzer is een zusterorganisatie van Railpark Roosendaal... en verzorgde in de werkplaats reparaties en onderhoud aan wagens en locomotieven. In de loods waren acht sporen beschikbaar. Beter dan werken in de buitenlucht. Voor rangeerwerk op het terrein was de laatste jaren een bakkie van Railpro gehuurd. Niet duidelijk is wat de toekomst voor Spoorijzer in petto heeft. De locatie figeert in toekomstplannen van NS en ProRail als opstellocatie voor reizigerstreinen. Deze partijen zijn daarom wellicht niet erg grauwig over het faillissement. Naast Spooreizer zijn ook Stichting Hondenkop en Stichting 2454 Crew actief in en rondom de historische werkplaats. Al enige tijd rijdt de Zwitserse BLS Cargo vanuit de botlek dieselolietreinen. Op onregelmatige basis wordt voornamelijk in de ochtend vertrokken uit de botleg met de groene vectron. De trein rijdt via de Brabantroute naar Venlo en eindpunt Rumlang in Zwitserland. Eerder dit jaar maakten wij al bekend dat het gebruik van het spoor het komende jaar 12% duurder wordt, bovenop de inflatie. Deze kosten mag de NS van de overheden samen met de verwachte inflatie doorberekenen. Daardoor dreigt het treinkaartje volgend jaar 5 à 6 procent duurder te worden. De kosten voor het gebruik van het spoor stijgen met name voor vervoerders die veel materieel opstellen. De kosten voor het gebruik van het spoor stijgen met name voor vervoerders die veel materieel opstellen. Deze kosten kunnen tot ruim 546% stijgen, meldt DB Cargo. Niet alleen komt hiermee de Model Shift in gevaar, maar met het duurder worden van de treinkaartjes zal de trein weer in populariteit verminderen. Het goederenvervoer zal op plaatsen waar dit mogelijk is meer gebruik maken van de flink gesubsidieerde en milieubelastende binnenvaart. Daarnaast kan het mogelijk ook op de weg drukken worden. Ook nachttreinen zullen het hierdoor moeilijker gaan krijgen. Helemaal treinen die bijvoorbeeld alleen in de weekenden rijden en langdurig opgesteld staan. Zo rijdt de Alpe Express dit jaar bijvoorbeeld slechts één rit tijdens de krokusvakantie. In Nederland betalen spoorvervoerders relatief het meeste van de Europese landen. In 2010 maakte Thalys bekend dat het in Frankrijk slechts 19 euro per kilometer betaalt en in België ongeveer 30 euro. In Nederland lag dit bedrag voor gebruik van de HSL al op 130 euro per kilometer. De afgelopen weken komt het steeds vaker in het nieuws. De concessie van het Nederlandse hoofdrailnet moet verlengd worden. NS heeft de concessie tot 2025 in handen en heeft hiermee het alleenrecht. Enkel besloten reizigersverkeer zoals nachttreinen en chartertreinen mogen op het Nederlandse spoornet gereden worden door derden. De Europese belangenorganisatie Allrail heeft een brandbrief naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd voor een extreme tunnelvisie over het blokkeren van het Nederlandse hoofdrailnet. De organisatie waarschuwt dat met het verlengen van de concessie aan de NS het hoofdrailnet tot minstens 2035 op slot gaat. Nu al wordt het hoofdrennet volgepland met 10-minuten-treinen, waardoor extra treinen en goederenverkeer er nauwelijks tussendoor kan. AlRails stelt dat de angst dat NS zonder concessie geen intercities meer zou rijden ongegrond is. NS is nu al niet verplicht om intercity-treinen aan te bieden, maar zal dit zeker blijven doen aangezien deze zeer winstgevend zijn, ook zonder concessie. Het zijn alleen de onrendabele sprinters waardoor een concessie nodig blijft. Of we in Nederland net zoals in Duitsland, Zweden, Tsjechië en Slowakije nieuwe spelers kunnen verwelkomen, zoals de goedkopere aanbieder Flixtrain of RegioJet, is de vraag. Voor de reiziger zal meer keuze in kosten, kwaliteit en eventuele snellere diensten juist een enorme boost geven voor het Nederlandse spoor. Spoorwegen TV heeft weer een nieuwe aflevering gepubliceerd. In deze nieuwe aflevering zijn ze bij de Museumbuurtspoorweg in Haaksbergen om alles te weten te kunnen komen over de locomotor. Een rangeerlocomotiefje die jarenlang op alle emplacementen van Nederland te vinden waren. En waar komt de bijnaam SICK nu eigenlijk vandaan? Bekijk de nieuwe aflevering nu op het kanaal van Spoorwegen TV. Dit was Rail Magazine Insight voor deze week. Over twee weken zijn we weer bij jullie terug met een nieuwe aflevering. En vergeet tot die tijd niet je video's op te sturen naar real.fortical.nl en je te abonneren op dit kanaal. Doei!